uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik eigenlijk dacht dat goed voor ze was. Dus het is niet zo dat met die nieuwe naam die je hebt aangenomen, dat je zegt dat theater ligt achter mij. Dat ga ik niet meer doen. Ik kan helemaal niks anders. Dus dat is ook een beetje lullig van zo hard van de daken schreeuwen dat ik wil stoppen met het theater. Want dit is het enige wat ik echt te bieden heb. Maar ik ben wel nu echt gestopt met dat one man cabaret show. Ik kijk. Waarom? Dat is nou, dus denk makkelijkst nu om te zeggen, ik wil gewoon geen Henry van Loon worden. Want, maar, en ook geen Hans Theeuwen of zoiets. Je zegt het een beetje vies van dat nee, wil ik helemaal niet worden. Nee, ik hou heel erg van Henry. Maar wat is daar dan aan? Dat je zegt, ja, zo wil ik niet eindigen of zo wil ik niet. Dan wordt het leven super comfortabel en dan ga ik ongelooflijk veel geld verdienen en eigenlijk nooit meer moeite hoeven doen en nooit meer in stress zitten. Nooit meer boze producenten. Ja, nooit meer publiek dat diep in me teleurgesteld is. Ik weet niet of ik daarmee zou kunnen leven. Dit klinkt misschien alsof ik het grappig bedoel. Ja, wie bedenkt dit nou weer om zo'n stoel te hebben waar niet zo'n ding op zit? Maar hij ziet wel lekker. Kijk, dit kan natuurlijk weer niet. En mijn voeten stinken ook verschrikkelijk. Zoals je merkt zit ik echt in een impasse als maker. Maar je hebt allemaal mensen laten betalen om dus in een hele krappe ruimte op een stoel te zitten. Te kijken naar twee mensen die op een stoel zitten en praten. En dat vind je een raar idee? Ik zie gewoon dat de helft het niet kan zien. En dat vind ik irritant. Dan denk ik, ja, hoe durven we hier geld voor te vragen? Want zou dit inderdaad in de oudheid ook al zo zijn geweest? Zouden de Grieken of de Assyriërs of zo ook al dus voorstellingen hebben gehad waarbij mensen dan dus schelpen en kralen en dadels inleverden bij de poort? En dan gingen ze kijken naar twee mensen die gingen praten tegenover elkaar. Of wanneer is dit genre in het theater ontstaan? Dat is ook op televisie. Bijna alle programma's zijn mensen die aan tafel zitten en praten. Ik begin jullie kwijt te raken, blijkbaar. Maar ik zit wel altijd heel erg te schipperen tussen, ja, hoe kan ik nou iets doen wat ik zelf waardevol vind voor het publiek. En dat tegelijkertijd ook ontregelt of iets anders doet of afwijkt. Ik zou juist willen zeggen dat ik jou ook een veilig gevoel wil geven. Maar dat is gewoon zo ingewikkeld in zo'n saaie setting. Ja. Kun je nog een beetje volgen? Ik zit er een beetje over na te denken van wat jouw relatie tot dat publiek dan precies is. Is dat een wisselwerking? Ja, wat vinden jullie? Wat voor relatie hebben wij? Nee, ik... Ik zat erover na te denken, want ik ben naar je laatste voorstelling geweest, naar Hans Theeuwen. Ja. Omdat die nu afgelopen is, durf ik er wel te zeggen dat er na een tijdje een scène is waar jij tot 725 telt met het publiek. Ja, lijkt me gezond om het daar eens een keer over te gaan hebben. Ja. Ja. En dat was een hele bijzondere ervaring, want dat publiek deed ongelooflijk mee. Die was helemaal opgezweept. Ja. Dat is precies wat ik bedoel. Dat is ook dus wat ik nu met Donnie Ronnie ervaar. Ik gewoon denk van, hoe kan het dat zo'n televisiekanaal dus, of dat jij met de manager belt en zegt, oh, oké, Donnie Ronnie, ja, is goed. Maar heb je die scène geoefend van tevoren? Bij die scène was het inderdaad mijn nieuwsgierigheid wat er precies zou gebeuren toen ik het ging schrijven. Of het was meer, ik moest nog een kwartier van mijn voorstelling vullen. Ik had er heel weinig aan gedaan. Ik dacht, ik had nog een keer op straat gezien dat iemand 725 tegels had zitten becijferen. Ah. Kan ik dat dan niet misschien gaan proberen? En was het de eerste keer dat je het echt helemaal deed op het eerste keer dat je speelde bij je première? Ja, vanaf de allereerste try-out tot en met de allerlaatste voorstelling. Overal heeft het publiek meegeteld tot en met 725. Het is nooit niet gelukt. Maar het was ook niet zo dat ik moeite hoefde te doen om het publiek daartoe te motiveren. Het was meestal zo dat ongeveer op de helft het publiek mij begon te dwingen. Nee, ga door. Nu moet je het afmaken ook. Zodat ze allemaal de trotse gevoel konden hebben dat ze
iets unieks hadden meegemaakt. En hoe voelde je voor de eerste keer dat publiek helemaal meedeed? Ja. Hoe voelt dat voor jou dan? Als een enorme overwinning en tegelijkertijd ook als een enorme ramp. Want waar ben ik nog als maker op het moment dat het publiek alles slikt? Of op het moment dat ze dus zo blind zijn geworden voor de truc, dat ze al bij voorbaat gewoon daarin meegaan en dat ook leuk gaan vinden. Denk ik, toen in mijn eerste voorstelling, toen had ik het gevoel van nu ben ik echt goede scènes aan het maken en, mm-hmm. en dingen aan het doen die ik zelf graag zou willen zien in het theater. En toen liep iedereen weg. En dat is gaandeweg, zijn er dus steeds meer mensen bijgetrokken die hebben besloten van nee, ik ga het wel slikken of ik ga me ervoor openen. En ja, uiteindelijk is het wel doorgeslagen naar een punt waarop ik het gevoel had dat het publiek meer gepest wilde worden dan dat ik eigenlijk dacht dat het goed voor ze was. En dan denk ik, ja, dan dat is voor mij dat die scène elke keer lukte, was een goed bewijs dat ik een juiste keuze heb gemaakt om weer even het anders te gaan proberen. Ja. Voor mezelf. Dat ik gewoon merk van, ja, als zelfs dit al lukt. Maar dan heb je ook dat wel helemaal uitgespeeld op een bepaalde manier. Ja. En dan heb je dan niet ergens dat je denkt, wat nu nog? Ja, dus, nou ja, Donnie, Ronnie.